welkom terug bij deze nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ik ben er weer. In de vorige aflevering hebben we een tutorial gehad. Hebben we gezien hoe dat het spel een beetje werkt. Heb ik uitgelegd waarom ik deze versie heb gekozen en niet de 3DS versie. Hebben we een zwaard gevonden in een shield en moeten we al gelijk de eerste dungeon in omdat de Deku Tree ziek is. Omdat hij vervloekt is. Dat is nogal veel. En mijn naam is Zeepie. Blijkbaar. Omdat dat de grap was van Jinwezen en die zei Zeepie. En omdat we samenwerken met een handdoek, leek het wel leuk om dan Zeepie te heten. Voor je het weet heb je de hele badkamercollectie bij elkaar. Goed, nou, we zitten hier dus in de eerste dungeon. En het eerste wat ik eventjes wil gaan doen, is heel eventjes mijn items eventjes selecteren. Ik denk dat ik hem even op zijwaarts zet. En dan hebben we dus zeg maar onze steek. Nou, hier komen we onze eerste vijand tegen. Nemen we onze eerste schade. Ik neem nog altijd de eerste schade. En krijgen we dus, zoals ik al had gezegd gisteren in de aflevering, je eigen Deku-nut. Ik gebruik ze bijna nooit. Zo erg is het. Navi, hou je klep. Navi begint al gelijk tegen je te zeuren van... Hey, listen. Hey, wist je dat je daarop kan klimmen? Hey, wist je dat je hier over de grond kan kijken? Hey, wist je dat je op B kan drukken en je zwaard kan gebruiken? Hey, wist je dat? Pak vliegenmappers, smijt Navi tegen de muur aan en probleem opgelost. Oké, nou je kunt hier zeg maar twee... Ik word weer geraakt, hè. Je kunt hier twee kanten op. Je kunt hier zeg maar of via de ladder of via de vines. Dus het maakt niet eigenlijk veel uit welke kant het je op gaat. Ik pak gewoon de ladder, want dat ziet er wat stabieler uit. Ik bedoel, ik weet niet wie die ladder daar heeft geplaatst. Ik weet niet wie er al eerder in de Deku Tree is gegaan. Hoe smerig dat ook klinkt. Maar blijkbaar hebben we dus meer mensen dat al gedaan. Dus dat is best wel creepy. Nou, springen doe je automatisch. Dus je loopt gewoon naar een ledge en je drukt gewoon naar voren toe en je springt automatisch. Heel makkelijk. En ik heb moeite met de camera enkel en ik spring naar beneden. Navi, hou je kop. Ik kreeg nu al dat schurft aan Navi. Hey. Oh. Oké, nou. Ja, de laatste Zelda-spel die ik zelf heb gespeeld is dus zeg maar Majora's Mask geweest op de 3DS. En voordat jullie helemaal suf gaan van, wanneer doe je de Majora's Mask? Majora's Mask komt ook heel erg snel. Look at this wall! Okay. Sorry. The vine's growing on, it gives it a rough surface. Maybe you can climb it, Zeepie. Oh, nou zegt mijn naam wel goed. Wat lief. Nou ja, daar willen we nog niet op klimmen, want het zit er vol met spinnen die we nog niet kunnen verslaan. Op dit moment is hier even een grote kist en daar pakken we als eerste. Nou, in elke dungeon heb je altijd drie grote kisten. Eén daarvan heeft dus zeg maar de map. You have the dungeon map. Wees er blij mee. En dan kun je dus zeg maar zien hoe dat de kamers eruit zien. En als je op start drukt, kun je dus zeg maar kijken hoe dat je map eruit ziet. Dus dit is de eerste verdieping en dan heb je hier zeg maar de tweede verdieping, derde verdieping en zo verder. Dus deze tempel is eigenlijk heel erg straightforward, dus eigenlijk heel makkelijk om dus zeg maar te volgen. Dus daarom zou ik zeggen, de map, ja, soms is hij handig en soms niet. En hier vertelt Navi hoe dat we een deur open moeten maken. We weten heus wel hoe dat we een deur open moeten maken. Ik wil mijn vliegenmapper. Ik wil nu mijn vliegenmapper. Waarom heb je niet gewoon een item? You got a fire, a flat... Hoe dat je het ook in het Engels zegt. Oké, nou jou moeten we killen door eventjes jouw aanval naar ons. Nou, weer terug. Forgive me, master. I give you a clue. Will you let me go? Let me go. Let me go. Oh, als je zo begint, maak je af. When you jump off a high cliff, if you hold forward, you will roll on the ground. And when you land, it won't get hurt from the fall. I can't guarantee it will work, though. Well, if the cliff is really high, you know what I'm saying? Well, try if you are feeling bold. Doei. Oké, oftewel als wij van een cliff afspringen moeten we vooruit drukken en dan doen we automatisch een barrel roll. Handig om te weten. Nou, dankjewel. Goed. Als we hier dus naartoe komen, komen we dus zeg maar gelijk bij onze tweede grote kist. En zoals ik al zei, er zijn drie kisten. Eentje heeft de map, eentje heeft de kompas. Als we die tegenkomen en dan heb je eentje die heeft de dungeon item. Dus, wat hebben we hier? The Fairy Slingshot! On the item subscreen you can set it to something, something or something! Ik ga uitleggen hoe dat werkt en dan kun je dit niet doorskippen, zoals elk item ondertussen. Daar word je niet vrolijk van. If you want to shoot right away... Hou nou eens je klep en laat mij nou eens gewoon eventjes de boel uitleggen. Het zou handig zijn... Als we gewoon een skipknop hadden. Maar goed, even kijken. Dan gaan we hem eerst eventjes zetten naar een van de knopjes. Doen we die daar en deze daar. Nou hebben we een volle inventory. En dan kunnen we dus zeg maar door die kant op te drukken, kunnen we dus zeg maar richten. Nou, het zijn inverted controls, dus daar moet ik weer heel eventjes aan gaan wennen. Maar dat maakt niet uit. En zo kunnen we dus mikken en moeten we die ladder raken, waardoor dat we deze kamer weer kunnen verlaten. Dit kan ook gebruikt worden als wapen, wat zeker heel erg handig is. verstrooid. Laten we maar weer verder klimmen. Na de reclame zijn we zo terug. Boink. Ik ben stil, hè. Ik ben er gewoon stil van. Ach ja, het heeft nog steeds een heel mooi verhaal. En misschien dat de frames een beetje aan de trage kant zijn. Ja, voor de mensen zeg maar, die dus de nieuwere games gewend zijn. Maar ik vind op zich dat het spel nog steeds zeker ja, volhoudt en vasthoudt van wat ze toen die tijd eigenlijk probeerden te bereiken. Maar vergeet niet, dit was heel erg groot in die tijd. Ik bedoel, 16 jaar geleden, 17 jaar geleden, 18 jaar geleden, 19 jaar geleden. Het ligt eraan wanneer dat je deze video kijkt. We hebben Deku Sheets, heel erg leuk. Ja, toen was dit behoorlijk groot. Want vergeet niet, het was de eerste keer dat we dus zeg maar in 3D konden spelen. Oké, nou, waar zitten de rest van de spinnen? Spinnetje, spinnetje aan de wand. Wat ben jij super irritant. Goed. Ik hou ervan om die dingen te mollen. Oké, dus de enige weg daar we nou... De enige weg die we nou dus nog kunnen volgen is dus verder naar boven toe. Dus dan moeten we weer naar boven toe klimmen. En daar moeten we dus zeg maar verder vinden hoe dat we door deze dungeon heen gaan komen. Nou, zoals jullie al hebben gemerkt in de vorige aflevering. De aflevering was iets van 18 minuten. Aangezien dat dit totaal anders is als de games die we hebben gedaan. Is deze... ja, als ik alle afleveringen een half uur zou gaan maken, dan zou deze let's play zo snel voorbij zijn. En dat is natuurlijk niet echt handig. Dus vandaar hou ik de afleveringen zoiets tussen de 20, ja, kwartiertje, 20 minuten. Wil ik de aflevering een beetje houden, omdat vergeet niet, in die tijd was eigenlijk elke video die je maakte op YouTube, had je maar zeg maar eigenlijk toen die tijd, ik geloof maximaal maar 10 minuten en 30 seconden. Dus kun je nagaan. Ja, zo lang zit ik al op YouTube. Ik ben echt een oude farfetcher aan het worden. Maar ja, het maakt niet uit. Oké, nou deze deur die zit dicht. En hier komen we bij onze eerste secret. Nou, als we dus zeg maar op deze switch drukken, komen de plateautjes tevoorschijn en dan kunnen wij daar naartoe springen. Wat leuk. Komen we bij onze derde grote kist. Dus we hebben al alle drie de grote kisten gevonden. Wat zorgt dat we eigenlijk best wel veel snelheid hebben in deze let's play al. Plateautjes die gaan ondertussen naar beneden, maar dat maakt niet uit. En we hebben de kompas gevonden. De kompas die zorgt ervoor dat we dus kunnen zien waar dat de kistjes zitten, waar dat wij ergens rondlopen. Ik snap niet waarom dat ik dat deed. En kunnen we dus zeg maar zien waar dat we een kamer uit zijn gegaan en noem maar op. Nou, nu zien we dus zeg maar dat hier nog heel mooi een kistje zit. Maar die wordt bewaakt door deze spin. Wat vervelend. Sterk. Ik ben weer veel te snel. Daar word ik niet vrolijk van. Hoppakee. Perfecte timing. Nou, drop jij nog iets handigs? Een roepie? Helemaal niks. Nou, jij laat weer noten vallen, dat weet ik. Jij bent de notenvaller van Hamelen. Nou, de noten. Verzin het maar eens. Goed, nou die deur die zit nog steeds dicht, maar die is heel erg makkelijk te openen. Maar zoals we zien zit er nog een kistje. Kistje is niet boeiend, maar wat er bij het kistje zit is heel erg belangrijk. Ik had in aflevering 1 had ik verteld over Skulltulas. Dat we ze niet alle 100 zouden gaan verzamelen, maar maximaal 50. En dit zijn zeg maar die Skulltulas waar ik het over had. Voor elke Skulltula die je verslaat krijg je zeg maar een token en die moet je verzamelen voor later een village om mensen te helpen. In totaal zijn er dus zeg maar 100 Skulltulas in de wereld en eigenlijk zijn er 50 maar handig. Vanwege de rewards die je krijgt. En deze kan van Recovery Hearts, zoals ik al zei, niet echt heel erg nuttig. Nou, Skulltulas om nog heel eventjes verder over te praten. De eerste reward krijg je als je de 10 hebt, tweede als je 20 hebt, derde als je 30 hebt, vierde als je 40 hebt, vijfde als je 50 hebt. En de final reward krijg je als je 100 hebt, maar zoals ik al diverse maal heb aangegeven, is die zinloos. Nou, die deur die maak je open door die toortje aan te steken, anders kom je hier nooit weg. Geloof me, first players die kunnen nogal makkelijk daarin vast komen te zitten. Ik zelf heb daar niet echt vast komen te zitten, maar goed. En wat we nou moeten doen is, we moeten van een hele grote hoogte. Dan wil ik jullie een leuke aanval laten zien. Als je tijdens het ja, targeten op A drukt, doe je een jump aanval wat 2 keer zo sterk is als je normal aanval. En dat is dus heel erg makkelijk om dus, zeg maar, sommige vijanden mee te verslaan. Goed. Lieberfeit! Gelukkig worden opgevangen. Nee, toch niet? Poep. Oké, nou zijn we hier in de volgende kamer terechtgekomen. En is het dus zeg maar een beetje het puzzelen wat we dus zeg maar gewend zijn in de Legend of Zelda games. Hallo Dekunut. Ik pak je op, maar ik heb je niet meer nodig. Nou, daarboven dus zien we weer zo'n Skulltula. Dus die kunnen wij nou killen met de slingshot. En dan moeten we dus zeg maar weer die token pakken, want zoals ik al zei, 50 zijn heel erg belangrijk. Je kunt ze heel erg goed zeg maar spotten door goed naar het geluid te luisteren dat ze maken. Dus ja, heel erg handig om dat natuurlijk een beetje in de gaten te houden. Oké, nou, wat nu heel erg belangrijk is, is dat er nog een Skulltula zit. En die zit om precies te zijn daar. En Jullie zien het niet, maar ik probeer dus gelijk zeg maar met mijn pro-controller te bewegen om dus zeg maar... ik heb de laatste keer dit spel gespeeld op de 3DS en dan kun je dus zeg maar je controller bewegen, of ja, je 3DS bewegen, om dus zeg maar te richten. En ja, dat deed ik dat dus met mijn eigen controller, was best wel komisch. Oké, nou, springen, jump aanval en we hebben 3 tokens. Tokens, of ja, Skulltulas, die komen zowel in de overwereld voor als in een dungeon. Dus ja, dan moet echt zeg maar je ogen voor open houden. En er is zelfs in de Nintendo 64 versie een glitch. Ik weet niet of die glitch nog steeds werkt in de 3DS versie. Maar dan kun je dus zeg maar oneindige ogen. Kistje. Zinloos. Echt, ik snap niet waarom dat ze kistjes hebben met hartjes erin. Gooi er dan tenminste. Oh ja, we kennen nog niet veel rubies. Die kistjes zijn zinloos. Laten we het daar gewoon op houden. Oké, nou eventjes hier de spinnenwebben branden. Wordt ook niet echt goed uitgelegd. Heeft me heel lang geduurd tot de eerste keer toen ik dit aan het spelen was. En het grappigste is... Hier heb ik gewoon de eerste keer... Oeps, verkeerde knopje. Hier heb ik gewoon de eerste keer heel erg vastgezeten. Hallo, kom eens even hier. Kom eens even hier. Kom eens even hier. Kom eens even hier. Tuurlijk. Oké, weet je wat? Ik rol gelijk naar je toe. Please forgive me, master. I'll never do it again, I swear. If you spare me, I'll teach you something cool. You will never beat my brothers up ahead unless you punish them in the proper order. The order is 2, 3, 1. 23 is number 1. Do you think I'm a traitor? Ja. Maar goed, ik vind het wel grappig, dus we moeten dadelijk iets verslaan in een bepaalde orde, 2, 3, 1. En ze geven er gelijk een ezelsbruggetje bij hoe dat werkt, dus ja, 23 is nummer 1. Wel een leuk ezelsbruggetje wat het spel je automatisch geeft. Nou, hier heb ik dus heel lang vastgezeten, omdat ik dus niet wist hoe dat we die deur open konden krijgen. En ja, een normale Zelda game, zeg maar, dan heb je dus zeg maar iets dat je dus zeg maar, dan zie je een oog en dan moet je erop schieten. Maar ik dacht bij de 3DS versie, of bij de 3DS versie, bij de 3D versies, dat ze dat dus anders hadden gedaan, dat je dus pijlenboog nodig zou hebben. Omdat je in het begin van het spel gelijk pijlen zou kunnen kopen, waar je dus totaal niks aan hebt. Nou, dan moet je dus met slingshot doen. Oké, nou, dan komen we hier bij de waterphysics van dit spel. Navi, hou je bek dicht. Oh. As you get in the water, you can dive. Oh, alsjeblieft, hou je kop dicht en leg ik wel uit. Ik ben hier degene die alles uitlegt. Dank je. Van Navi ga ik echt knettergek worden. Maar goed. We kunnen dus zeg maar duiken en dat zijn dus zeg maar de waterphysics in ja, dezezelfde game. Als we dus zeg maar op A drukken, dan kunnen we dus duiken voor 3 meter en dan kunnen we die knop raken en ik faal dus gigantisch. Waar je op wil letten is je schaduw onder water. En als je dan zeg maar, ja dan kun je dus zeg maar dingen raken. Nou dit ding is getimed, het zorgt ervoor dat het water zeg maar daalt, waardoor dat we onder die spike bar kunnen komen. Dus je kunt er ook een tricky backflip mee doen, maar ja ik heb zoiets van dus niet nodig dus. En ik druk weer op de verkeerde knop. Ik ga heel veel nuts verbrassen door op de verkeerde knop te drukken. Oké, dan gaan we hier omhoog. Zit daar weer een spinnetje. Doe eens even omdraaien. Hartstikke idee. En even kijken hoor, want hij dropt natuurlijk weer rubies. Dat is alleen maar weer goed. Navi gaat hier ons weer irriteren. Listen, is de blok. Alsjeblieft, hou nou eens je klep. Dat leg ik uit, Navi. Oh, Navi, waar ben je toch zeer irritant. Oké, nou. Je kunt dus zeg maar naast een blok staan en dan kun je dan grabben door op de blauwe knop te drukken. De blauwe knop zegt automatisch wat je ermee kan. En kunnen we hem dus zeg maar verplaatsen. Nou, we willen hem hier naartoe verplaatsen. Dan wil je er tegenaan lopen, dan zegt de blauwe knop automatisch klim. En kunnen we dus automatisch klimmen op de muren. Zo werkt deze physics in deze spel. Oké, handig. Nou, eventjes jou verslaan, want je bent irritant. Ga weg. Rare Deku Babas geloof ik dat ze heten. Oké, nou hier hebben we dus zeg maar weer 2 toortjes en een toortje hier. Dus ja, A plus B is C. Voor de mensen die wiskunde hebben gedaan, die weten precies waar ik het over heb. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. 1 plus 1 is 2. Nog makkelijker. Die moet je gewoon aansteken en dan gaat automatisch de deur open. Is een beetje filler, maar laat een beetje de puzzelmechanic zien die we nogal veel tegen gaan komen in dit spel. Oké, nou en dan hebben we hier een spinnetje. En die doen we zo gelijk eventjes killen. Nou geloof ik dat we in deze kamer even snel willen zijn. Omdat hier kunnen dus zeg maar vijanden spawnen. Die nogal vervelend zijn. Ja, jij hebt een stokkie. We kunnen dit ding zeg maar in de fik steken. Daarachter hebben we bommen nodig. We hebben op dit moment geen bommen, dus we hebben er helemaal niks aan. Dus we lopen gelijk door richting de andere kant. Doen even een barrel roll, want we lopen ietsje sneller. En zoals je ziet, onze stok is opgebrand en daarom hebben we nou één stok minder. Maar goed, dit is de plek waar we naartoe willen gaan. Dus we kruipen heel eventjes in het achterwerk van Zeepie. Link. Klinkt nogal fout, maar zo ziet het er wel naar uit met de camera. Dus eens even kijken, wat hebben we hier? Oh ja, nou zijn we weer terug in deze kamer gekomen. Dan kunnen we weer even onze noten eventjes vullen. Maar dat is niet nodig, want we hebben al 100% noten. Dus het is zeg maar tot we sticks hebben en tot we in die vast komen te zitten. Deze moeten we nou heel eventjes op de grond gooien. Voor sowieso een snelweg richting de... Ja. Richting de... Richting de... Hartstikke leuk. Gewoon richting hier. En... Dan hebben we dus zeg maar een shortcut. Maar de reden waarom dat we dit willen doen, is dat we bij deze torch kunnen kopen, een stickje kunnen pakken, de stick in de fik kunnen steken, terug kunnen lopen. En heel belangrijk is dat je dus zeg maar hier een barrel roll op doet. Yay! Want zo komen wij hier beneden terecht en komen we dus zeg maar uit bij de volgende kamer. Wat eigenlijk de laatste kamer van deze dungeon is, want deze dungeon is niet bepaald groot. Ik bedoel, we zitten nu 16 minuten in deze aflevering en dit is de laatste kamer. Nou, hier hebben we dus zeg maar 3 van die maloten die we moeten verslaan. En we hebben een hint gehad, 23 is number 1. Oftewel, eerst nummertje 2. Eerst nummertje 2. Schiet eens. Oké, dan nummertje 3. Nummertje 3. Hier zijn ze tenminste zo vriendelijk om het je te vertellen. Ik bedoel, vergeet niet, in de eerdere spellen was het van, je moet het maar weten. How did you know our secret? How irritating. It's so annoying that I'm going to reveal the secret of Queen Gohma to you. In order to administer the cup, the grace, the Queen Gohma, strike with your sword while she's stunned. Oh, Queenie, I'm so sorry about that. Nou ja, in ieder geval geeft hij weer een hartje om ons te healen. Dus waarschijnlijk geeft hij er helemaal niks om. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat jij een behoorlijke trader bent. Shame on you. Maar goed, we hebben dus zeg maar de dungeon gehaald. En ik ga een eerste cliffhanger hier neergooien. Morgen gaan we beginnen met onze eerste boss in deze Let's Play. Dus ik dank jullie voor het kijken. Hoop dat jullie deze aflevering leuk vinden. Laat het weten door een like achter te laten natuurlijk. Als je daar de tijd voor hebt. En heb je een leukste momentje, laat het weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. Ik was ZeldaPlayer20. Ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie morgen te zien. Dan gaan we dus naar onze eerste baas van Ocarina of Time. Dus tot dan. Doei.